Goedenavond. Oekraïne heeft een mislukte droneaanslag gepleegd op president Poetin. Dat beweren de Russen die dreigen met wraakacties. En we vragen zo meteen meer uitleg aan onze correspondent in Moskou. Bij een grote actie tegen de Italiaanse maffia zijn tientallen mensen opgepakt in verschillende landen, bij ons 13 in Limburg. Mislim, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači, neprekidno, ono, nisu ono jedan po jedan, nego neprekidno, da. Een 13-jarige jongen opent het vuur in een school in Servië en doodt 8 kinderen. Geven, jassen, vlassen en Olympisch goud. Niemand anders. Olympisch goud, Olympisch goud voor Greg Van Avermaat. Voilà! En Greg Van Avermaat kondigt zijn afscheid aan. Hij stopt met profrennen na dit seizoen. Super fier op mijn carrière, op alles wat ik bereikt heb. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, om het zo te zeggen, maar het was de moeite waard. Heeft Oekraïne geprobeerd om de Russische president Poetin te doden? Dat is althans wat Rusland zelf zegt. Er zijn beelden van een nachtelijke droneaanval tegen het Kremlin in Moskou en volgens Rusland zit Oekraïne daarachter. Oekraïne ontkent. Dit zijn beelden van de vermeende aanval van vannacht. We zien een vliegend object naderen richting de gebouwen van het Kremlin. En dan volgt een explosie, gevolgd door rook. Op een andere video zien we een kleine brand op de koepel. Er vallen geen gewonden. Even later zou ook een tweede drone neergehaald worden. Volgens Moskou gaat het om een Oekraïense droneaanval. Zo klinkt het op de Russische staatstelevisie. Oekraïne heeft ночью попыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Москва расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, проведенное накануне Дня Победы и парада 9 мая, где планируется присутствие иностранных гостей. President Poetin zelf blijft ongedeerd. Hij zou aan het werk geweest zijn op zijn buitenverblijf buiten Moskou. Deze beelden vandaag moeten dat bevestigen. De 9 mei-viering, waarop de overwinning van de Sovjet-troepen op Nazi-Duitsland wordt herdacht, gaat gewoon door. Maar Moskou zal drones verbieden. Rusland zal ook terugslaan, klinkt het. Of de drones daadwerkelijk afgevuurd zijn door Oekraïne om Poetin uit te schakelen, is moeilijk te verifiëren. Oekraïne zelf ontkent alvast elke betrokkenheid. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, you know, enough weapon for this. De Verenigde Staten blijven intussen voorzichtig. I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So, let's see. We'll see what the facts are. Geert Grootkoerkamp in Moskou, goedenavond. Ja, is het denkbaar, hè, dat Rusland dit zelf doet om dan de schuld aan Oekraïne te geven en zo de oorlog verder te laten escaleren? Nou ja, alles is mogelijk en vrijwel niets is verifieerbaar. Dat hoorden we net al in de commentaren, in de reportage. We hebben alleen de beelden. We moeten afgaan op die beelden en op de officiële communiqués die uit het Kremlin komen. De experts, waarnemers in binnen- en buitenland, in Rusland en daarbuiten, zijn verdeeld. De een die zegt, het is een situatie waarin het Kremlin een legitiem doelwit zou zijn voor Oekraïne. We hebben ook eerdere droneaanvallen gezien van Oekraïne op Russisch grondgebied. Dus vroeg of laat zou zoiets ook in Moskou kunnen gebeuren. Maar critici van die versie zeggen weer dat bijvoorbeeld als het zou gaan om een aanslag op president Poetin. Nou, om dat om 2:30 s'nachts te doen in het Kremlin is wel... dan maak je de minste kans om dat uit te voeren, zeg maar. En aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen van... het is heel goed mogelijk dat Rusland erachter zit... juist om een voorwendsel te creëren of een rechtvaardiging te creëren... voor de actie die het onderneemt tegen Oekraïne. Ja, precies. Wat voor soort wraakacties dan kunnen we verwachten? Nou, Rusland of het Kremlin heeft niet gesproken van wraakacties. Het Kremlin heeft gezegd dat Rusland zich het recht voorbehoudt om hierop te antwoorden wanneer het en hoe het dat goed dunkt. Als we kijken naar het recente verleden, dan hebben we gezien dat bijvoorbeeld na de aanslag op de Krimbrug, de brug die
Rusland verbindt met het schiereiland de Krim. Dat Rusland vrij snel daarna is begonnen met die grootschalige raketaanvallen op Oekraïne. Of we nu iets dergelijks zouden moeten verwachten, dat weten we niet. Het kan ook zijn dat dit wordt aangewend of gebruikt als rechtvaardiging van wat Rusland al meer dan een jaar lang in Oekraïne aan het doen is. Ja, in elk geval bijzondere beelden toch. Dank je wel, Geert Groot-Koerkamp in Moskou. En terwijl Oekraïne ontkent betrokken te zijn bij de droneaanval op het Kremlin, blijft Rusland ontkennen dat het iets te maken heeft met de sabotage van de Nord Stream gaspijpleiding eind september vorig jaar. Nochtans waren gespecialiseerde Russische marineschepen in de buurt van die pijpleiding even voor die ontplofte. Dat blijkt uit onderschepte radiocommunicatie van de Russische marine, waar 4 Scandinavische omroepen de hand op konden leggen. Sobyakov started to address another vessel. This is highly unusual. And I suspect that Sobyakov is conducting another mission. Een voormalige inlichtingenofficier van de Britse Royal Navy vertelt onder een schuilnaam hoe hij 3 Russische spookschepen kon signaleren in de buurt van de Nord Stream gaspijpleiding, enkele dagen voor die met explosies werd uitgeschakeld. Het gaat om deze gespecialiseerde schepen die onderwateroperaties kunnen uitvoeren. Wat opvalt, de zenders van de schepen waren uitgeschakeld, maar communicatie tussen de vaartuigen verraadde alsnog hun locatie. What are the chances of 2 underwater surveillance vessels, for want of a better phrase, operating in the same area? Jeg kan ikke se nogen som helst fornuftige forklaringer. Skulle man sende den her type af enheder ud, beskyttet af fregatter og korvetter, det er for mig at indikere, at der formentlig er foregået noget i den her periode. Uit de informatie van de Scandinavische openbare omroepen blijkt dat de betrokkenheid van het Kremlin bij de sabotage dus veel groter is dan Rusland tot vandaag toegeeft. Satellietbeelden bevestigen dit. Satellietbeelderne understøtter, at de russiske skibe har opereret der, hvor James Data siger, de har. Men det betyder ikke, at vi kan konkludere noget om, hvem der står bag eksplosionerne. Men vi kan dog konkludere på baggrund af omfattende research, på baggrund af satellitbilleder og radiodata, at russiske skibe få måneder før sprængningerne befandt sig tæt på de steder, hvor der senere skete eksplosioner. 100% zekerheid is er nog niet, maar ook vorige week maakte het leger van Denemarken bekend dat een ander Russisch marineschip in de buurt van Nord Stream actief was, met een mini-duikboot aan boord. Het onderzoek loopt intussen verder. In 8 Europese landen, ook ons land, is er een grootschalige politieactie geweest tegen de Italiaanse 'Ndrangheta-maffia. Het gaat om de grootste operatie ooit tegen de 'Ndrangheta. In België zijn 150 politieagenten ingezet, in Duitsland meer dan 1000 en in Italië meer dan 1400 politiemensen en militairen. Dit zijn beelden die de Italiaanse politie heeft vrijgegeven. In alle landen samen zijn bijna 150 vermoedelijke maffialeden opgepakt. In ons land is de politie vanochtend binnengevallen op 25 plaatsen om huiszoekingen te doen en mensen te arresteren. Allemaal in Limburg. En dat was in Genk, Maasmechelen, Pelt, Bilze en Hasselt. Er zijn 13 mensen opgepakt, onder wie een lid van de beruchte Aquino-familie. Verder zijn er auto's, wapens en geld in beslag genomen. Het onderzoek tegen de Italiaanse maffiabende loopt al jaren. Het parket van Limburg startte het in 2018 op. Het had enkele Italiaanse verdachten in het vizier. Ze zouden nu lid zijn van een internationaal misdaadnetwerk. Nu, meer dan 5 jaar later, is er een tussenkomst geweest, niet alleen hier in België, maar ook in verschillende andere Europese landen, waarbij ook verschillende personen werden gearresteerd. Niet alleen in België, maar ook onder meer in Italië, Frankrijk, Duitsland en zo verder. In heel Europa werden 147 mensen opgepakt, onder wie 13 in ons land. Hier ligt het zwaartepunt van de huiszoekingen en arrestaties in de mijngemeente Genk, op iets wat verrassend bescheiden adressen. Wel, ik denk wel dat we aanwijzingen hebben dat er een aanzienlijke aanwezigheid was dan vooral in Limburg. Als je ook kijkt naar het aantal huiszoekingen, we hebben 25 huiszoekingen gehad bij verschillende personen die ook in nauw contact stonden met Italiaanse medeverdachten. Internationale smokkel van cocaïne en cannabis. Witwaspraktijken op grote schaal. Maar de organisatie is meer dan dat. Ze zit diep verweven in een corrupte samenleving.
De Italiaanse maffia is geen gewone georganiseerde criminaliteit. Dit is meer dan gewone georganiseerde criminaliteit, want hier is verwevenheid in de politiek, verwevenheid in de economie. En het gaat er dus om dat de lokale bovenwereld en de onderwereld verweven geraken met elkaar. Dus door de verdachte op te pakken, hier in het Limburgse, hebben wij eigenlijk het netwerk kunnen losweken in Italië, waar toch wel de hoofdkrachtinspanning van vandaag ligt. Ook dit is een van de plaatsen in Genk waar de politie vanmorgen binnenviel. De huidige bewoner beleefde de schrik van zijn leven, want de gezochte vogel was gaan vliegen. La polizia fare dei controlli, hanno fatto una perquisizione, cercando qualche persona che prima c'aveva la residenza qui in questo appartamento, che ora non c'è più perché è ritornato in Italia. Fatma Taspinar aan het federaal parquet dat het onderzoek leidt. Ja, die 13 mensen die zijn opgepakt in ons land. Wat weten we daarover? Wel, Annies, het gaat om 13 mannen en vrouwen van voornamelijk Italiaanse origine die mogelijk lid zouden zijn of toch minstens hebben samengewerkt met die beruchte 'Ndrangheta-clan. Dat is een van de drie grootste maffiafamilies uit Italië. Nu, 6 van de 13 mensen die zijn vandaag al voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Dat zijn allemaal mensen uit Limburg. En een van hen, een van de mensen die al voor de onderzoeksrechter is verschenen, is inderdaad die Lucio Aquino. Een van de broers van de beruchte Aquino-families, ook al veroordeeld eerder voor drugsfeiten en nu opnieuw aangehouden voor mogelijke drugsmokkel en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Ik kan je vertellen dat de Italië intussen ook al zijn overlevering vraagt, net als voor 6 andere mensen die vandaag zijn opgepakt in ons land. Ja, het is toch opvallend. Het is een grote internationale actie. Maar het onderzoek is wel gestart in ons land. Betekent dat, Fatma, dat ons land een belangrijke schakel is in die Zuid-Italiaanse maffiagroepering? Wel, de aansturing die gebeurt natuurlijk vanuit Zuid-Italië, vanuit Calabria, San Luca, een klein dorpje. Maar inderdaad, blijkbaar was Limburg in ons land toch wel een zeer belangrijke schakel voor die 'Ndrangheta-clan. Blijkbaar werd er nauw samengewerkt met bepaalde families in Limburg. En dat heeft alles te maken blijkbaar met de locatie, met de goede locatie van Limburg, om het zo te zeggen, als drie landenpunt waar ja, eigenlijk een draaischijf werd georganiseerd van cocaïnesmokkel. We hebben met een aantal experten gesproken waarom Limburg zo aantrekkelijk is voor die 'Ndrangheta-clan. En we kregen een aantal antwoorden. Laten we eens kijken. Agenten in Italië doorzoeken tientallen huizen, handelspanden en voertuigen van vermoedelijke 'Ndrangheta-leden. Hetzelfde gebeurde vanochtend ook op 25 plaatsen in ons land, in Limburg. 'Ndrangheta is een van de beruchtste maffiaclans ter wereld en wel hierom. Dat is de grootste leverancier of handelaar in verdovende middelen van de wereld. Ja, en dus zij zijn een maffia-organisatie. Dat wil zeggen dat zij een aantal principes hebben, onder meer de omerta, de erecode zoals zij het dan noemen. En dat betekent voor hen dat er niet gesproken wordt. Dat maakt het dus heel moeilijk om lastens deze mensen een onderzoek op te starten. Die omerta of de geheimhouding is bij 'Ndrangheta uitzonderlijk. Amper 6 dagen geleden werd nog deze Pasquale Bonavota gevat. Een van de meest gezochte criminelen in Europa en mogelijk een kopstuk van 'Ndrangheta. Deze mensen doen praten is niet makkelijk. Het is een familie en daardoor loyaal en trouw. In tegenstelling tot de Siciliaanse maffia legt de 'Ndrangheta ook de nadruk op familiale banden, op bloedbanden tussen de leden. En daarom zijn er ook veel minder spijt op tanten binnen de 'Ndrangheta geweest in vergelijking met de Cosa Nostra. De familie en aanverwanten opereren wereldwijd, voornamelijk vanuit dit piepkleine dorpje San Luca in Calabria in het zuiden van Italië. Hier wonen voornamelijk de kopstukken.
totaal zijn er ongeveer 5000 tot 6000 ritueel aangesloten leden van de Andrangheta. Maar deze leden werken dan met veel andere criminelen die niet echt delen maken van de Andrangheta. En dat brengt ons naar Limburg in ons land. Onder meer in Maasmechelen werd deze Lucio Aquino gevat, lid van de beruchte familie. Hij is een van de mensen die vandaag is aangehouden voor lidmaatschap van een criminele organisatie en het importeren van drugs. Ja, waarom Limburg? Ik denk dat dat voor een stuk de ligging van Limburg is. Je ziet ook dat grote bedrijven vaak ook een hub hebben in dat drie landenpunt. Omdat je vandaar het heel gemakkelijk Europa en andere Duitsland, Nederland, België kunt bedienen. Dat zal een verklaring zijn, denk ik. De dichte aanwezigheid van de haven van Antwerpen. Je moet op een manier met de cocaïne binnenkomen. De haven is een gemakkelijke toegangspoort daarvoor. Dus dat zal een verklaring zijn. En dan de familiebanden. Italië vraagt alvast aan ons land om Lucio Aquino en 6 anderen over te leveren. In Belgrado, de hoofdstad van Servië, heeft een leerling van 13 een bloedbad aangericht in zijn school. Hij opende het vuur in de lagere school en doodde 8 kinderen en een bewaker. De schutter had zijn daad goed voorbereid. Zowel hij zelf als zijn ouders zijn ingerekend. En de tiener wordt naar een psychiatrische instelling gebracht. Radeloze ouders aan de Vladislav Ribnikar school in het centrum van Belgrado. Het nieuws dat een tiener hier op de lagere school 8 kinderen en een bewaker heeft doodgeschoten, schokt iedereen. Ik was daar, want we hadden fysiek daar. En dan heb ik natuurlijk gehoord hoe ze poetsen. Dat is neprekidno. Niet zo één op één, maar neprekidno. De politie arresteert de jongen wat later op het schoolterrein. Hij gebruikte het geweer van zijn vader. Išli smo da u istom odeljenju, ali ja sam, mislim, promenila sam u drugom polugodištu, ali u prvom. Pa on mi nije izgledao, bio je nekako tih i bio je, izgledao je fin i imao dobre ocene. A i nisam mnogo ni znala o njemu, jer nije bio tako otvoren sa svima. Pa, a svakako ne bi očekivala da se to desi. Terwijl de bodybags worden weggevoerd, probeert de politie te achterhalen wat de tiener heeft bezield. Intussen is wel al duidelijk dat de jongen de aanslag goed heeft voorbereid. Dat je isti, kako je i sam izjavio, planirao, da ovo izvrši, ovo je bio spisak dece koju je planirao da likvidira. Sam je radio plan. Ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu. Naast de 9 doden zijn er 6 kinderen en een leraar gewond. Verschillende onder hen vechten nog voor hun leven. Een schietpartij van zo'n omvang is erg zeldzaam in Servië. Zeker niet op scholen zoals we dat vaak zien in de Verenigde Staten. Ook aan een wapen geraken is helemaal niet evident in Servië. Dat zegt Jelica Novakovic, hoogleraar Nederlands in Belgrado. Het is in principe niet makkelijk om aan een wapen te komen. Je hebt daar heel wat toestemmingen voor nodig en je moet ook heel wat betalen. En mijn kleindochter was in het gymnasium daarnaast. Dus zij heeft het in zekere zin ook van dichterbij meegemaakt. En ze werden opgesloten in hun leslokalen. Dus het was ook voor ons gewoon een zeer hevig moment. Wereldkampioen voetbal Lionel Messi is geschorst door zijn club PSG. Wat er aan de hand is, hoort u straks in het sportnieuws. Eerst een trend die soms gevaarlijke proporties aanneemt. Tatoeages en dan vooral tattoos die niet met veel kennis of kunde gezet worden. Om de kosten te drukken zetten jongeren soms tattoos bij elkaar met inkt en pennen die ze gemakkelijk online kunnen kopen. Dat is niet legaal, maar vooral ook gevaarlijk. Huidspecialisten en erkende tatoeëerders waarschuwen voor de risico's. Ons reportagemagazine Pano ging langs op een tattoofeestje onder studenten. Hey! Hey. Oké, dus hier gaat het dan gebeuren. Onze reporter Lara is uitgenodigd op een tattoofeestje bij een groep studenten. Het tatoeëren gebeurt met een eenvoudige naald en inkt. Stick and poke noemt men dat. Echt veel kennis van tatoeëren is niet nodig.
de lijntekening en iets heel simpel, ja, maar iets gedetailleerd zou wat moeilijker gaan. Die techniek heb ik nog niet. Ik kan ook zelf niet zo supergoed tekenen. We filmen deze bijeenkomst anoniem. Het zetten van een tattoo onder vrienden is volgens de wet immers verboden. Alleen tatoeëerders die erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid mogen tattoos zetten. Ik heb geen herkenningsnummer. Ik zou niet eens weten of dat dan moest of niet. Het zetten van amateurtattoos gebeurt niet altijd in de meest hygiënische omstandigheden. Programmamaker en tattooartiest Thijs van Este waarschuwt voor de mogelijke risico's. Wat gaat er gebeuren als een vriend en een andere vriend een tattoo zet en je krijgt een vreemdsoortige medische reactie en die komt in het ziekenhuis terecht? Want dat gebeurt, hè. Wat dan? Gaat hij dan verantwoordelijk zijn? Of gaat hij daar dan zijn handen van aftrekken? Ook dermatologen stellen zich vragen bij het amateur-tatoeëren. Vooral omdat hygiëne, nazorg en de oorsprong van de inkt niet gegarandeerd kunnen worden. Als je absoluut één wil laten zetten, laat het dan doen bij een tatoeëerder met een goede reputatie, met een tattooshop die voldoet aan de hygiënenormen. De hele reportage wordt vanavond uitgezonden in Pano en dat is op dit net om 21:45. 21.000 leerlingen uit het vierde leerjaar en het tweede middelbaar krijgen deze week of volgende week een toets wiskunde en Nederlands voorgeschoteld. Het is een generale repetitie voor volgend schooljaar, want dan krijgen alle leerlingen uit die leerjaren zo'n toets. Dat moet scholen een beeld geven van hoe goed of minder goed ze bezig zijn in vergelijking met andere scholen. De leerlingen van het vierde leerjaar starten aan de Vlaamse toetsen. Op vier momenten doorheen het lager en middelbaar onderwijs zullen alle Vlaamse leerlingen dezelfde testen afleggen. We doen dat enerzijds om de vinger aan de pols te houden. Zo weten we tenminste hoe dat de kwaliteit van ons onderwijs evolueert. Twee, geven ook heel nuttige informatie aan de scholen zelf. We maken het mogelijk dat zij zich gaan kunnen vergelijken met andere vergelijkbare scholen. En drie is natuurlijk ook nuttige informatie voor ons als ouders, maar ook voor de leerkrachten, om te weten hoe dat kinderen evolueren. Zo kan ik weten als ik slim of dom ben. De komende weken worden de toetsen uitgetest bij 21.000 leerlingen en vanaf volgend jaar gaan ze echt van start. De vragen die worden opgesteld door het steunpunt Centrale Toetsen in het Onderwijs en aangepast aan wat leerlingen kunnen. Leerlingen die, ik zeg nu maar, echt uitgedaagd willen worden, die de eerste vragen meteen goed scoren, die krijgen dan eigenlijk moeilijkere vragen voorgelegd. En leerlingen die misschien wat meer tijd nodig hebben of waarvoor het wat langer duurt, of makkelijkere vragen, die krijgen dan andere vragen in de volgende set vragen die worden aangeboden. Vandaag was het wiskunde op de tablet en ik heb alles wel goed kunnen invullen. Voorlopig worden enkel Nederlands en wiskunde getest, maar op termijn kan dat uitgebreid worden. Een ranking van welke scholen het beste presteren komt er niet. Maar als de scholen het niet goed doen, dan wordt er wel ingegrepen. Scholen die stelselmatig slechter presteren in vergelijking met andere scholen, daar zal de onderwijsinspectie dan een doorlichting voeren. En op grond daarvan kan die school dan bijvoorbeeld een begeleidingstraject krijgen opgelegd. Ook dat is ten voordele van de onderwijskwaliteit. Traditioneel zijn de maanden april en mei topmaanden voor de Belgische aardbeientelers. Maar dit jaar komt het allemaal wat trager op gang. Dat heeft te maken met de hoge energieprijzen van vorige winter en ook met het sombere voorjaar. Er worden volop aardbeien geplukt in de serre, maar het seizoen verloopt rustiger dan de voorbije jaren en het is ook later van start gegaan. De meeste aardbeientelers hebben ervoor gekozen om pas midden februari te planten in plaats van begin januari. Later, natuurlijk, uit schrik voor de energiekosten die ongezien hoog lagen, en hadden wij nogal wat schrik om te planten. Als het dan een strenge winter had geweest, met echt temperaturen onder het vriespunt, dan hadden wij de teelt moeten beschermen en wij durfden eigenlijk niet planten zoals we anders hadden gedaan. Ook het sombere voorjaar heeft een invloed op de aardbeien. Nu de zon schijnt, rijpen ze sneller en nodigen de glanzende rode vruchten uit om in te bijten. Wij zijn sowieso gewoon dat elk seizoen totaal anders is. Dan is het weer heel warm, dan is het weer heel zonnig. Dan weer, nu is het blijkbaar een normale lente. Dus wij passen ze eigenlijk aan. Voor de aardbeien is het zelfs heel goed dat het zo wat rustiger weer is.
En koele nachten, dan smaken ze echt goed. Dan hebben ze de tijd voor lekker te worden. Op de veiling in Hoogstraten zien ze dat de vraag naar aardbeien stabiel blijft. Maar het aanbod is kleiner dan anders. Vanmorgen zijn er dik 250 ton aardbeien verkocht. Vorig jaar was dat ruim 300 ton. Het weer bepaalt of er nog een piek komt. Het mooie aan aardbeien is uiteraard dat die productie en de consumptie dat dat allebei heel afhankelijk is van het goede weer. Heb je 2-3 dagen zonnig weer, dan krijg je meer productie. Aan de andere kant, dan krijgen de mensen ook allemaal zin in aardbeien en gaat die consumptie ook omhoog. We moesten in het begin wel heel lang op een groene aardbei kijken, maar nu ondertussen beginnen ze te kleuren, dus ja, het is vertrokken. Mensen zijn geboeid, met de politiecombi weggevoerd en dat kan toch echt niet. En zeker niet in een stad als Gent, maar eigenlijk nergens niet. De vakbonden bij warenhuisketen De Leize zijn boos op de burgemeester van Gent, Matthias de Klerk. Hij heeft volgens hen de politie zaterdag de opdracht gegeven om een actie aan een De Leize supermarkt op te breken. De Klerk zelf zegt dat dat niet zo is. De bonden van De Leize protesteren aan het Gentse stadhuis. Ze zijn niet te spreken over hoe de politie zaterdag aan de watersportbaan een einde maakte aan hun actie tegen de plannen van de directie. Die wil alle eigen winkels aan zelfstandigen overlaten. De rol van burgemeester Matthias de Klerk is in deze toch zeer opmerkelijk. Hij heeft zelf opdracht gegeven aan de politiediensten van kijk, gelieve onmiddellijk kordaat op te treden als dergelijke acties gebeuren. Ja, dat klopt niet. De burgemeester heeft in deze geen enkele bevoegdheid. Ik heb ook geen enkele opdracht daartoe gegeven. Daar ben ik heel formeel in. Het is zo dat de politie was opgevorderd door de deurwaarder die toekijkt op het blokkadeverbod. De directie van De Leize zette die deurwaarder in na een uitspraak van een rechter. Wie zich niet schikte, kon een boete van 1.000 euro krijgen. De politie pakte 6 vakbondsmilitanten op. Er was een relatief nieuwe collega bij, een jonge vrouw, die dat nooit had meegemaakt. Dus dat is toch, dat laat toch sporen na, denk ik. Ja. De inschatting is geweest van de politie om dat te moeten doen, omdat de winkel de toegang werd versperd en werd niet ingegaan op de vraag tot identificatie. Dan is het een inschatting van de politie om dat te doen. En ik heb ook in deze het volste vertrouwen in de werking van onze politie. Toch zitten de burgemeester, de politie en de bonden morgen samen om een en ander uit te praten. De Leize zegt intussen dat het nieuwe voorstellen op tafel heeft gelegd om de overdracht te regelen van zo'n 128 eigen vestigingen. De hele kwestie waar de vakbondsactie om draait. Zo belooft De Leize nu dat er tot eind 2028, nog ruim 5 jaar dus, geen enkele winkel dichtgaat. Ook wanneer winkels al niet langer in eigen beheer zijn. Er werd gisteren maar eventjes onderhandeld op het hoofdkwartier in Zellik. De vakbonden stapten snel op. Ook al biedt de directie naar eigen zeggen meer garanties, ook voor langdurig zieken. Ook alle medische restricties en alle langdurige zieken zullen mede overgang maken met dezelfde voorwaarden die ze vandaag hebben. Alle 9200 werknemers zouden zo zeker zijn van een baan tot hun pensioen. Dat komt te staan in individuele arbeidscontracten die de zelfstandige uitbater zou moeten overnemen. Met dezelfde loonarbeidsvoorwaarden, evenveel mensen, dat wordt nu ook zo gedefinieerd in de individuele arbeidscontracten. Dat gaat verder dan CO 32 bis. En op die manier willen we ook de garanties geven aan de mensen en de mensen geruststellen dat wij dat De Leize daarbij voor zorgen. En al die elementen worden mee opgenomen in de voorwaarden die wij stellen bij overname van een winkel. Dus de overnameprijs zal laag genoeg zijn om te zorgen dat hij eeuwig tot aan hun pensioen die mensen kan doorbetalen aan de huidige lonen met de huidige overurenprestaties. Wel, de ambitie is dat we alle 120 winkels zullen overzetten naar zelfstandige uitbaters. Dat dat ook een succes is voor de zelfstandige uitbater. Als een zelfstandige na een paar jaar toch stopt, dan zoekt De Leize een nieuwe overnemer, zonder sluiting. En tenslotte blijven alle vestigingen open minstens tot 2028, ofwel als eigen winkel ofwel als zelfstandige winkel. Voorlopig blijft er bij de vakbonden toch vooral wantrouwen. Loze belofte van de keer dat er een winkel is overgenomen, is De Leize geen juridische werkgever niet meer en hebben zij eigenlijk niks meer te zeggen over het gevolg. 16 leden van de lokale politie in Antwerpen en van het Veiligheidskorps van de Overheidsdienst Justitie zijn schuldig bevonden aan pestgedrag op het werk. De Antwerpse agenten stonden ook terecht voor racisme, omdat ze ongepaste opmerkingen maakten in een WhatsApp-groep, maar daarvoor zijn ze allemaal vrijgesproken. Enkele agenten die de leiding namen bij het pesten hebben celstraffen gekregen tot 6 maanden met uitstel.
Van twee kabinetsmedewerkers van minister van Overheidsbedrijven De Sutter is het loon de voorbije twee jaar betaald geweest door Bpost. De twee staan in voor dagelijkse contacten met Bpost en onderhandelingen met het bedrijf. De kwestie roept vragen op over belangenvermenging. Daarom zal het kabinet de medewerkers voortaan zelf betalen. Dat mensen van een overheidsbedrijf of administratie naar een kabinet worden gedetacheerd is gebruikelijk. Maar het wordt moeilijker als die mensen betaald worden door een beursgenoteerd bedrijf als Bpost, zeggen experts. En dat geeft ook minister De Sutter toe. Het was een gangbare praktijk die teruggaat natuurlijk op het moment dat Bpost een 100% staatsbedrijf was. En wat men eigenlijk waarschijnlijk best had gedaan, is toen Bpost naar de beurs is gegaan, echt die schotten opgetrokken en daar een einde aan gemaakt. En dat heeft niemand gedaan, hebben wij ook niet gedaan toen we begonnen zijn. Vanaf volgende maand worden de medewerkers door het kabinet zelf betaald. De Sutter benadrukt dat er enkel sprake is van een perceptieprobleem door de recente schandalen, geen echte belangenvermenging. Het zijn uitstekende medewerkers waar ik mijn volle vertrouwen in uitspreek. Dat doe ik opnieuw. Dus die vervang je niet zomaar. En er zijn geen andere mensen in de administratie beschikbaar. Hè? Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vragen alvast extra uitleg van de minister in het parlement. En dat is gelijk dat ik zeg ook. Mijn naam kraait, die hanen kraaien terug. Dat is een beetje een communicatie van de hanen. Hè. Hanen kraaien, dat is zo. Maar hoe luid mag een haan kraaien in een woonbuurt? Dat is een lastige vraag. Zo lastig zelfs dat er geregeld een vrederechter aan te pas moet komen. Er loopt momenteel zo'n zaak in Schellebellen in Oost-Vlaanderen. Een lieflijke buurt in het landelijke Schellebellen. Maar de sfeer is al weken totaal verziekt. De oorzaak is te zoeken bij luidruchtig pluimvee. Dat is een sierkalkoen. Die hebben al een jaar of 3, 4. Een pracht van een beest, hè. Zoals je ziet. En dat is de... Voilà, de ruzestoker, zo gezegd, de haan. Zaft in de haan. Vier buren trokken naar de vrederechter. Ze willen niet voor de camera uit vrees voor bedreigingen, maar worden naar eigen zeggen 's nachts wakker gehouden door luid gekraai en niet alleen van Jefke. Hinter zit een raaiend, 50 meter verder. In de stationsstraat, hier een 50, 75. Een haan dat krijgt een territorium afbouwen. Dat is een dier, hè. Je wil dan de baas voelen, hè. Wees er even. Dus ze communiceren onderling. Tuurlijk. En wordt u er zelf ook wakker van? Nee, in belangen niet. Het grote probleem is dat de mensen de dag van vandaag met elkaar eigenlijk niet rechtstreeks meer in contact gaan, niet meer met elkaar spreken. Kaart het probleem aan op een vriendelijke manier en dan ziet men wel of men eruit kan. Maar begin niet met het sturen van e-mails, aangetekende brieven en dergelijke meer. Maar flinke man, hey, flinke man, zie je dat je dat kunt? De twee partijen kregen de opdracht om het binnen de maand onderling te regelen. Zo zal het hok van Jefke nu verdonkerd en geïsoleerd worden, in de hoop dat hij de buren niet meer wakker maakt. En de haan wegdoen? Belangen niet. Sorry. Ik ga eerst dat doen en dan zien we nog wel. Wat houdt een astronautenopleiding zoal in? We komen het straks te weten van Raphaël Liégeois, die zijn eerste maand opleiding nu afgewerkt heeft. Ruben, Greg van Avermaat heeft zijn afscheid aangekondigd. Klopt. Van het wielrennen. Ja, afscheid van een uitstekend renner. Dat heeft hij gedaan via de sociale media. En zo komt er een einde aan de carrière van een man die in de zomer van 2016 Belgische sportgeschiedenis schreef. Geven, jassen, vlassen en Olympisch goud. Niemand anders. Olympisch goud, Olympisch goud voor Greg van Avermaat. Voilà! Los uit het collectief geheugen 7 jaar geleden ondertussen, maar qua gevoel als de dag van gisteren. Goud aan het strand van de Copacabana. Goud voor België op de Spelen in Rio. Het is zonder twijfel het absolute hoogtepunt van de carrière van Greg van Avermaat. Het is een heel speciale koers om te winnen. Het heeft me zoveel gegeven ook. Dus ja, Rio is met niks te vergelijken. Dat is zeker. En alle andere koersen komen er sowieso onder. Olympisch kampioen ben je dan ook voor het leven, coureur niet. Greg van Avermaat stopt op het einde van het seizoen. De laatste jaar tot maanden is het gewoon niet meer wat ik ervan verwacht had. En dan is het beter om ermee te stoppen. Ook al doet het pijn om die knoop door te hakken. Het is een heel moeilijke beslissing, omdat ik het nog altijd heel graag doe. Het is altijd mijn passie geweest. En dat is niet zo simpel om dan
er een streep onder te trekken. En, ja, het is een moeilijke beslissing, maar wel een wijze beslissing, denk ik. De erelijst van Van Avermaat mag er echt wel zijn. Als piepjonge prof wint hij de puntentrui in de Vuelta. Maar bij BMC gaat het pas echt hard. In 2015 klopt hij Sagan in de Tour. Van Avermaat wint de etappe in Rodez. Wat een opluchting. De winnaar is opgestaan. Vanaf dan lukt het ook in het voorjaar. Hij wint twee keer de omloop. Gent-Wevelgem, de E3 en Parijs-Roubaix. Van Avermaat, het moet, het moet, het moet. Het is Van Avermaat. Van Avermaat, delirium. Look at this. Ook die andere droom, geel veroveren in de Tour, komt uit. Maar de Ronde van Vlaanderen winnen lukt hem niet. En dan de toekomst. Graag nog één keer een koers winnen en dan genieten van zijn gezin en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Als het kan in de sport. Heb je ergens schrik voor het zwarte gat? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het ook normaal is. Moest je dat niet hebben, zou het een beetje raar zijn. Dus ja, ik ben me er wel van bewust dat dat heel moeilijk gaat worden. Omdat je iets heel graag gedaan hebt en dan moet je ermee stoppen. Ja, iets vinden dat je graag doet is zo belangrijk in het leven. En ja, we gaan zien wat dat wordt. We wensen hem alleszins over een paar maanden veel ontspanning toe na de vele inspanningen van de voorbije jaren. Man van de streek en mentor gedurende vele jaren in zijn carrière, José de Kouwer, beschouwt Van Avermaat als een typische Flandriën en een echt werkpaard die vooral door zijn gedrevenheid een mooie carrière heeft uitgebouwd. Vooral toonbeeld van karakter. Ik ken hem van bij de beloften. Ja, veel inzet, heel veel inzet. Soms was dat, meestal is dat een heel groot voordeel geweest. Soms is dat ook een klein beetje een nadeel geweest. Te gretig, te gretig. Maar het heeft dan wel die gretigheid en zoeken naar het onmogelijke heeft dan wel uiteindelijk die Olympische titel opgebracht. En dat is eigenlijk wel het absolute summum. Daar zal hij zeker met veel plezier aan terug blijven denken. Het zit er bovenarms op tussen Lionel Messi en zijn club PSG. Het zou zelfs tot een breuk kunnen komen, dat titelt de Franse sportkrant L'Équipe vandaag. Terwijl zijn ploegmaats maandag aan het trainen waren, zat Messi in Saudi-Arabië voor een promofilmpje. Zonder toestemming van de club en dat viel niet in goede aarde in Parijs. Volgens L'Équipe is Messi 2 weken geschorst. Een lachende Lionel Messi op training bij PSG. Dat beeld gaan we de komende 2 weken niet zien. Het verhaal begint zondag. PSG verliest op eigen veld met 1-3 van middenmotor Lorient. Een dag later op training, geen spoor van de Argentijnse superster. Messi zit met zijn gezin in Saudi-Arabië om op te draven in een toeristische reclamespot. Zonder toestemming van zijn club. En dat blijft niet zonder gevolgen. Volgens L'Équipe zet PSG Messi 2 weken op non-actief. Geen wedstrijden en ook geen trainingen voor de Argentijn. Ook zijn loon wordt 2 weken niet betaald. Op het einde van het seizoen is de 35-jarige Messi einde contract in Parijs. Volgens L'Équipe is een breuk tussen Messi en PSG in de maak. De supporters lijken er niet om te rouwen. Messi n'a pas laissé une grande empreinte et pour ma part, je suis un peu déçu. Je pense qu'ils vont peut-être mieux jouer sans lui. Au Paris Saint-Germain, il a rien fait de bien en fait. Je trouve il a rien prouvé alors qu'au Barça il était vraiment meilleur. Il va partir, mais tant mieux, il est mieux au Barça. Of Messi effectief terugkeert naar Barcelona is nog niet duidelijk. Barça-trainer Xavi laat niet in zijn kaarten kijken. No lo sé, no lo sé. Mira, ahora justo tengo que tomar muchas decisiones aquí como para opinar de otro club y de otro jugador, en este caso Leo, no sé lo que ha pasado, desconozco la situación, así que no puedo opinar. Het huwelijk tussen Messi en PSG liep niet over rozen. Blijkbaar gelden in Parijs andere voetbalwetten dan in Barcelona. Et le football il a changé. Merci à tous. Et ici c'est Paris. Over Messi gesproken, niet hij, maar Cristiano Ronaldo is de best betaalde sporter ter wereld. Dat meldt Forbes. De Portugese international die bij de Saoedische club Al Nassr speelt, verdient dit jaar 124 miljoen euro. Het grootste deel van die inkomsten komen uit verschillende commerciële partnerships. Tweede in de rij is Messi en de 24 jaar oude Mbappé vervolledigt de top 3. In het volleybal staat Roeselare op 1 wedstrijd van de titel. De West-Vlamingen wonnen gisteravond na de eerste ook de 2e wedstrijd in de play-off finale tegen Mazeik. Het werd 1-3. Wie het eerst 3 keer wint, is kampioen. Vrijdag kan Roeselare in eigen zaal voor de 14e keer kampioen worden.
In de Ronde van Spanje heeft Marianne Vos de derde etappe gewonnen. In de sprint versloeg ze haar landgenote Charlotte Kohl. Gisteren waren de rollen nog omgekeerd. Met deze ritoverwinning vult de 35-jarige Vos een zeldzaam gat in haar palmares op. Want in de Vuelta had ze nog geen individuele rit gewonnen. In de Tour en de Giro wel al. Vos behoudt uiteraard de rode leiderstrui. Vanaf morgen ligt het epicentrum van de Paralympische wielersport 4 dagen lang in Oostende. Met de tweede manche van de Wereldbeker Paracycling. En met wereldkampioenenteam Sele en Ewout Vromant aan de start. De Belgische delegatie hoopt aan onze kust zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Met het oog op de Paralympische Zomerspelen van volgend jaar in Parijs. Werelduurrecordhouder Ewout Vromant traint in zijn regenboogtrui langs de Belgische kustlijn. Vromant heeft als regerend wereldkampioen tijdrijden dit jaar nog 3 grote doelen. We zijn hier in Oostende nu op de 2e van 3 wereldbekers. Ze zijn heel belangrijk. Ik wil zo goed mogelijk presteren natuurlijk om punten te verzamelen met het oog op de Paralympische Spelen van Parijs. En in de zomer is het wereldkampioenschap, zowel piste als de weg. Top 3 is daar voor mij heel belangrijk. Ook omdat top 3 mij al een vrij grote zekerheid geeft op selectie voor de Paralympische Spelen van 2024. Dezelfde 3 doelstellingen voor vice-Paralympisch kampioen en wereldkampioen tijdrijden Tim Seelen. Zondag won Seelen overigens in zijn categorie nog de ronde in Vlaanderen. Dat is wel fantastisch eigenlijk om ten eerste al dat die wedstrijd ook voor ons georganiseerd wordt. Het is een zware wedstrijd. En als je die dan binnen kunt afsluiten, dat is toch heel mooi. In de regenboogtrui. Ja, inderdaad. Ook die foto's die bewaar ik goed en daar ben ik ook heel trots op. Eind juli worden in het wielrennen alle wereldkampioenschappen georganiseerd in het Schotse Glasgow. Dus ook met titelverdedigers Tim Seelen en Ewout Vromant bij de Paralympiërs. En dat is een primeur. Op verschillende vlakken, hè. Vlak van erkenning en respect, dat wij toch ook aanzien worden als een volwaardige wielersport, hè. Als discipline bij de UCI. Ik denk als je daar eens echt een levende lijve bekijkt, zo'n wedstrijd en hoe dat echt in elkaar zit, ik denk dat ze dat dan ook meer snappen wat wij er eigenlijk voor over hebben en wat wij er eigenlijk allemaal voor doen. Dat wij ook kunnen tonen inderdaad aan het groter publiek of aan media dat wij er even professioneel mee bezig zijn als al die anderen die daar zullen zijn in Schotland. Ja, denk ik op meerdere vlakken dat dat echt wel een belangrijk evenement wordt. Luca Brecel, de kersverse wereldkampioensnooker, is terug thuis. Gisteravond is hij teruggekeerd vanuit Sheffield en hij trok meteen naar zijn vrienden in zijn snookerclub in Genk. Op de tonen van We Are The Champions mag hij handjes schudden, felicitaties in ontvangst nemen en zijn verhaal nog eens doen. Ondertussen is het bij Brecel ook allemaal goed en wel doorgedrongen. Wereldkampioen snooker. Beter wordt het niet. Nu is er eigenlijk niks meer groters dan dit. Dus nu is het gewoon een kwestie van gewoon de rest van mijn carrière genieten van het snooker. En proberen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen, zoveel mogelijk toernooien te winnen. En ja, gewoon genieten van snookerspeler te zijn en proberen aan de top te blijven. En, maar ja, ik zeg altijd, als ik nu zelfs geen wedstrijd meer zou winnen, is mijn carrière sowieso geslaagd. Maar ik wil sowieso meer. Top in zijn vak. Jij hebt ook nog iemand klaarstaan die top is in zijn vak. Ja, zeker. Kijk maar. We hebben echt een planning. En elke minuut moeten we iets doen. En we hebben niet veel tijd om een koffie te nemen of zoiets. Dus dat is een beetje moeilijk, omdat ik soms laat terugkom. Een goed gevulde eerste trainingsmaand. Dat heeft de nieuwe Belgische astronaut Raphaël Liégeois achter de rug in het opleidingscentrum van ESA in Keulen. En zijn enthousiasme is er alleen maar groter door geworden. Dat hoorden we vandaag op een eerste persconferentie die hij gaf samen met zijn 4 collega's. De 5 nieuwe Europese astronauten hebben gisteren hun blauwe overall gekregen met hun naam erop als bekroning van de eerste maand van hun opleiding. Nog heel blij, misschien zelfs blijer dan de eerste dag. Het gaat heel goed. De teams hier hebben echt veel gewerkt om onze training en opleiding heel goed te maken. En dus ja, dat is echt indrukwekkend. De 5 hebben een erg verschillende achtergrond, van arts tot ingenieur. De basistraining van 13 maanden moet hen allemaal tot hetzelfde niveau brengen. En 2 Belgen staan aan het hoofd van de opleiding.
De komende maanden gaan ze natuurlijk verder gaan, ook met technische training. Ook beginnen leren, wat is het ruimtestation nu eigenlijk, onze Columbus-module. Hoe is die gebouwd, hoe kunnen we die opereren? Taaltraining ook. Astronauten die naar het internationale ruimtestation vliegen, moeten nog altijd Russisch leren. Wat zijn de grootste uitdagingen voor hen? Er is niks extreem moeilijk. Er is niks wat jij en ik niet ook zouden kunnen doen. Maar het is de enorme hoeveelheid die ze moeten verwerken in dat jaar is toch wel heel uitdagend. De opleiding van de astronauten speelt zich grotendeels hier in Keulen af. Onder meer in deze maquettes op ware grootte van het internationale ruimtestation ISS. Dat is ook hun eerste doel, maar mogelijk gaat een van hen verder, misschien zelfs tot op de maan. Ja, het is een droom. Het is een droom dat iedereen heeft hier, denk ik. Maar ik concentreer om een goed werk hier te doen, veel te leren tijdens de basic training. En daarna zullen we zien wat er gebeurt. Ik heb nog het weerbericht. Vandaag was het overal zonnig, maar niet al te warm. Komende nacht neemt de bewolking toe, maar morgen starten we de dag met veel zon. En de temperaturen klimmen tegen de late namiddag naar 22 of 23 graden. We begonnen dit journaal met een mogelijke verdere escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Nu Rusland Oekraïne beschuldigt van een poging tot aanslag op president Poetin. Ik bedank u voor het kijken. Tot ziens. Украина этой ночью попыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Москва расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства. We don't attack Putin or Moscow. Het is heel goed mogelijk dat Rusland erachter zit, juist om een voorwendsel te creëren of een rechtvaardiging te creëren voor de actie die het onderneemt tegen Oekraïne. I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So, let's see. Luister naar Het Kwartier, de dagelijkse podcast van VRT Nieuws. En krijg een scherper beeld van wat er speelt. VRT Nieuws gaat verder.